Veel mensen zijn meer gaan klussen toen in Nederland de lockdown inging. Helaas ging dat klussen lang niet altijd goed. Uit een onderzoek gedaan door de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie blijkt er een flinke piek te zijn in mensen die klusletsel opliepen. Ook in het Radboud UMC zag traumachirurg Michael Edwards deze toename in de afgelopen maanden. Ik kan zeggen, door alles wat er gebeurd is, hebben we het eigenlijk drukker gehad dan in de voorgaande jaren. Maar wat wij wel zien is een stijging in het mensen die thuis zijn gevallen, van bijvoorbeeld onderhoud dakgoot of dakkapel, maar ook mensen die aan het klussen waren en dan met name de ernstig gewonde patiënten, die hebben wij inderdaad in die maanden meervoudig gezien. Niet alleen medici hebben het drukker sinds de lockdown, ook bouwmarkten en doe-het-zelfzaken. Al moest het even op gang komen, uiteindelijk werd het ook bij doe-het-zelfzaak Wanko in Nijmegen drukker, vertelt Stijn Michels. In het begin viel het mee, maar naarmate de echte lockdown zeg maar kwam. Nou ja, we hebben voor in de winkel een wand met alle power tools. En misschien heb je het gezien, die is best wel kaal momenteel. Omdat er gewoon veel meer wordt verkocht inderdaad. Juist met die power tools gaat het vaak mis. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het is heel erg makkelijk om tijdens het klussen, zeker met van die power tools, een vinger kwijt te raken of zelfs als je echt niet goed oplet en je niet aan de regels houdt een hele hand kwijt te raken. Op het moment dat het echt misgaat en mensen verliezen bijvoorbeeld bijna hun hand, dan komen de patiënten bij het Radboud ziekenhuis binnen. Mensen die naar de huisarts kunnen gaan naar de huisarts of naar de huisartsenpost. Mensen die eenvoudige letsels hebben of letsels die ook in een ander ziekenhuis goed behandeld kunnen worden, gaan naar onze regio ziekenhuizen zoals het CWZ en het Rijnstaten. En wij vangen met name de meervoudig levensbedreigend gewonde patiënten op. Een snel gemaakt foutje tijdens het klussen kan grote gevolgen met zich meebrengen. Al snel neemt de revalidatie meerdere maanden in beslag. De hand is een vrij ingewikkeld instrument, waarbij de samenwerking tussen pezen, spieren en botten eigenlijk heel nauw luistert. En zodra daar een letsel optreedt, heb je het probleem dat je het eerst moet vastzetten of moet opereren of weer aan elkaar moet plaatsen. Dan moet je het een tijdje rust geven, zodat het kan genezen. En dan moet je weer gaan beginnen met het losmaken van alle pezen en spieren. En dat is inderdaad vaak een proces wat 3, 6 en soms zelfs 12 maanden kan duren, voordat je enigszins weer op niveau bent van voor het letsel. Uit het onderzoek van de chirurgen komt naar voren dat de cirkelzaag de meeste slachtoffers eist. In 36% van de ongelukken met gereedschap was de cirkelzaag de boosdoener. Misschien wel omdat deze zo snel gaat. Bij een cirkelzaag is het heel gevaarlijk als je niet goed oplet en je hebt je vingers op de verkeerde plek. Dan ga je er dwars doorheen en waarschijnlijk heb je het zelf niet eens in de eerste instantie door. Pas als je ernaar kijkt dan zie je van, oh ja, dit is goed mis. Om te voorkomen dat de cirkelzaag nog meer schade aanricht, geeft Stijn de belangrijkste tips die ervoor zorgen dat je veilig klust. Voordat je begint is het sowieso belangrijk om eerst even te zorgen dat het materiaal goed vast ligt en dat je op een stevige ondergrond staat. Dan is het heel belangrijk om te checken of de zaag helemaal in orde is. Of het zaagblad past bij de zaag zelf. Dat staat op het zaagblad en op de machine. Nou ja, deze heeft een toerental van 7000 en de zaag die draait 5500. Dus ja, je hebt wat marge, dat is altijd veilig. Dan is het belangrijk dat je jezelf goed beschermt, dus oorkappen op, brilletje op. Je doet de stekker er pas in als je klaar bent om te gaan zagen. Altijd 2 handen op het apparaat als je gaat zagen, daar zijn speciale handvaten voor. Dus die en die, dan kun je ook nooit in je eigen hand zagen. Dat is ook belangrijk, dat je nergens meer druk over hoeft te maken, behalve het bedienen van de zaag. Want als je ook nog dingen ondertussen moet gaan doen, ja, kijk, stel je houdt de plank zo vast en je gaat er met de zaag doorheen, dan mis je een paar vingers aan het eind van de dag. Ik heb alles gecontroleerd, dus ik denk dat we klaar zijn om te gaan zagen. Brilletje op, koptelefoon op. Ik ben helemaal klaar om te gaan zagen, dus de stekker mag erin. En nu geef ik nog een paar tips. Wat belangrijk is dat de veiligheidskappen er ten alle tijde op zitten, zeg maar. Dus dat je daar niet aan gaat prutsen. Voordat je gaat zagen, zet je hem eerst tegen de geleider aan. Laat je de zaag even lopen dat hij op vol toerental is en dan kun je de zaag er doorheen halen. Wat vooral belangrijk is dat de zaag, het zaagblad recht blijft staan en niet dat je een bocht gaat maken, want dan kan die grip krijgen op het materiaal en dan verlies je heel snel de controle. Wat ook belangrijk is, is om altijd de zaag helemaal uit te laten rollen voordat je hem weglegt. Nou, hij staat stil, dus kan ik hem wegleggen. En meteen de stekker eruit.
niet alleen gereedschap zorgt voor een toename in gevallen van klusletsel. Ook het vallen van een hoogte tijdens onderhoud aan bijvoorbeeld dakkapellen of dakramen is een veel voorkomend ongeluk. Mocht je op hoogte moeten werken, denk dan goed na hoe je dat het veiligst kunt doen. Het veiligste is natuurlijk een stijger. Je kan zelf vaak die inschatting wel maken van, is het stevig? Ja, laat iemand de trap vasthouden dat je echt niet achterover kan vallen en zorg ervoor dat je in ieder geval veilig staat. Dus dat je gezekerd zit, dat je niet helemaal naar beneden valt. En ja, zoals ik aan heb, een soort opbergplek voor je gereedschap, dat het niet naar beneden kan vallen op degene die beneden loopt. Als je niet op vakantie kan, als je niet ergens naartoe mag, als je niet naar een café of naar een film mag, en er moeten nog dingen gedaan worden aan je huis, ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je die tijd nuttig gebruikt om zelf maar onderhoud te gaan plegen. Denk eerst goed na voordat je begint. En als je al begint, doe het dan veilig.